Goedemorgen allemaal. Ja, precies. Het is 8:00 in de ochtend. Ja. En we gaan naar Walibi. Het is 4:00 met de trein. Dus we gaan eerst even naar de Jumbo. Even wat eten aan. En dan gaan we die lange zit uitzitten in de trein. Nou. We zitten. Wat zeg je dan? Gezondheid. Ja, dankjewel. We zitten in de trein. We moeten 4:00 met de trein. Ja. Dat is niet zo fijn. Dat is niet zo fijn. En? We hebben het er wel voor over. Gelukkig hebben we een powerbank. Niet dus. Want. Vertel jij maar. Messi had hem klaargelegd op het aanrecht met opladen en wel. En zijn we gegaan zonder de powerbank. Niet te slim, hè? Messi toch. Okay. Maar weet je, mijn telefoon die overleefde trouwens, maar die van Messi niet. Maar, niet getreurd, we hebben wel lekker eten net gekocht bij de Jumbo. Nou. Oké, we gaan even ons eten laten zien. Zijn ze wel in geïnteresseerd? Even. Oké, we moeten 4:00 in de trein, dus wel even chill als we wat eten hebben. We zijn net even naar de Jumbo geweest. We hebben 2 rozijntjes. Je legt hem echt op. Een breker, niet 1. Twee. Dan hebben we nog 3 kanelbootjes. Wijngums. Ik heb water. En Lin, de diabetes. Dus die heeft AA. Lekker. Een frikandelbroodje. Broodje. Oké, wij zitten nu al 1 uur in de trein. Ja. En we moeten nog 3 uur. Yay. Yay. Woehoe. We zijn op Rotterdam Centraal. Nu moeten we nog helemaal naar Walibi. Ja. Tago. Kom. Merci. Wat? Ga, hij gaat vertrekken. Nee. Het is niet de goede treincirkel. Sport, dat is ook helemaal niet goed. Maar ik dacht, als jij het zegt, zou ik het niet. Is het goed? Ja, is het bij jou goed? Ja. Mooi. Oké, we zitten in de goede trein. Let's go! Let's go! Waar zijn we? We moeten zeg maar zo. Oh. Oké, wij zijn. In de laatste trein. In de laatste trein. Wij moeten nog een uurtje reizen. Heb je er nog zin in, Wesley? Ja. Fijn. Wat zei je? En jij? Ja, ik ook wel. We zijn op het laatste station. We hebben even een lekker warme chocomel gehaald. En zo nemen we de bus, dus... Op naar Walibi. Nou, we zijn bij Walibi. Heb je er zin in? Heel veel. Goed zo. Oké, wij zijn binnen. We zijn in Walibi en we hebben dus een samenwerking met Walibi. Fucking ziek. Fucking ziek. Nou, we gaan in de boomstammetjes. En je wordt dus nat. Ik wil echt niet nat worden. Maar je moet niet huilen. Dat vind ik echt. Kijk, even als ze nat worden. Valt echt wel mee. Kijk, en dan ben je al helemaal wil. We gaan gewoon, oké? Ik wil. Jawel. Mijn moeder, die zei als ik vroeg of ik nat werd, zei ze altijd nee hoor, valt wel mee. Dan kwam ik altijd zo'n doorweek terug. Dat vond ik gewoon echt niet leuk. Nu heb ik dat ook met jou. Maar we gaan er toch lekker in. Nee. Oké, okay, hier kan je zitten. In de kano ding. Film even het water. In de bomenstammetjes. Film. Oeh. Wow. Ik ga vallen. Oké, Wesley, ben je een beetje zin in? Ik heb er zin in. Heb je er zin in? Oeh, we gaan daar vanaf. Nou, we zijn in de boomstammetjes geweest. Ik ben helemaal nat. Nou, we zijn in de boomstammetjes geweest en het was echt leuk. Ja, het was heel leuk. Wel een beetje nat. Wel een beetje nat. Oh,
Wij gaan nu in deze achtbaan achter ons. En deze achtbaan is echt fucking ziek volgens mij. En de vorige keer zijn we nog niet in deze geweest. Dus we gaan nu voor het eerst in. Bij deze. Oké, okay, we zijn er echt net uit. Fucking ziek. Waarom pak je er omheen? Sorry. We zijn er net uit en? Deze was echt fucking leuk. Ik ben gewoon een beetje sprakeloos. Ik ben een beetje in shock. Ja? Deze was echt leuk. Smaakje. Ja. Oké. Okay. We hebben heel erg naast zin, dus we gaan nu even lekker wat eten. Yes, ons maag knort. Knort? Knort ie? Ja. Heel erg. Nou, we hebben even wat eten besteld. Nu gaan we lekker eten. Is smakelijk. Nou, wat heb jij? Crispy chicken burger. En, is lekker? Ja. Goed zo. Oké, okay, we gaan nu in deze achtbaan. Deze is fucking ziek. Hij gaat de hele tijd letterlijk rondjes draaien en volgens mij ook zo over de kop. Ja. We laten hierna nog wel een shot zien. Ja. Hopen dat we niet misselijk worden. Oh hey, joh, je gaat gewoon heel de tijd op de kop. En echt een minuut of twee minuten lang. Deze wordt zo misselijk. We gaan de hele tijd gewoon op de kop. What the fuck. Oké, okay, we zijn dus net in die achtbaan geweest. Ik ben echt fucking misselijk. Ja, best niet, jij was zo hard aan het schreeuwen. Je heet het gewoon letterlijk zo op de kop. Letterlijk 15 keer of zo. What the fuck. Ik dacht eerst ook dat het gewoon een kinderachtbaan was. Toen liepen we door en zagen dat je het op de kop was. Ja, niet normaal. Ja. Ik ben echt fucking ziek. Je hangt zeg maar, normaal, de karretje zeg maar onder je. En nu boven je dus je hangt zeg maar. Ja. Kijk. Nou, ben benieuwd. We zitten dus helemaal vooraan. Helemaal vooraan. Oh, hij komt. Hij was echt fucking ziek. Hij was zo ziek, maar ik heb er echt hoofdpijn van. En jij? Ja. Ja? Je hangt daar zo. Ik dacht echt, als ik nu val, ben ik gewoon dood. Ja. Nee. Nou, we zijn weer onderweg naar huis. Sorry, ik trek het wel weg. Je moet het opnieuw zeggen. We hebben zo hard gewerkt voor die tijd. Ben je moe gehad? Ja, we waren bij de meid en toen zag ik, oh, moet wel even op de tijd letten. Dus in fucking 6 minuten van McDonald's naar hier. Naar, wow, naar Rotterdam Centraal. Nou, we zijn ongeveer rond 7 uur vertrokken uit Walibi en we komen ongeveer rond 11 uur thuis. Jee. Yes. Yes. Deze heeft een bloedneus en niet fijn hoor. Nee, is niet fijn. Nou, het begint dus echt pak erg te druipen. We hebben nog helemaal geen zakdoekjes of zo. Dus Lena gaat nu even proberen aan iemand te vragen of we een zakdoekje hebben. Je moet niet zo kut. Nou, het duurt best wel lang voordat Lin terugkomt, dus het mag opschieten. Ik weet het wel. Ben je er eindelijk? Ja. En ik heb een hele goede oplossing. Zal er geen... Het is nu laatste maar dat. Dank je wel. Kijk, dat is wel fijn. Je had het ook gewoon aan hem kunnen vragen. Ja, ik dacht misschien is het tampon ook al opgelost, maar dat was het. Nee. Dank je wel. Goed zo. Ja. Goed gedaan, hè? Ja. Zo warm, man. Ik ga even kijken. Ik ga snuiten. Snuiten? Ja, zo. Hoezo? Het komt echt eruit. Ja, dat is de bedoeling, man. Je moet het juist tegenhouden, wat? Ja. Ja. Het is nu gestopt, je moet nu snuiten. Zodat die hele kwap met snot eruit komt. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Oké, okay, ga nu naar mijn luisteren. Je gaat nu je neus snuiten. Wesley, doe nou. Je bent echt zo jong. Oh my god. We zijn bij ons scooter. Het is 11:30. En nu moeten we nog een half uur, drie kwartier naar huis. Yes, met een natte kont voor Wesley. Ja, jij wil op de fiets, dus jij moet aanhangen. Ja. Dan had geen helm. Bla bla bla. Nou, we liggen lekker in bed. Het is 2 uur.
Godverdomme. Het is zo laat. Dat mag je niet zeggen. Sorry. Dankjewel iedereen voor het kijken. Like, abonneer als je het nog niet hebt gedaan. En deel dit account met je vrienden. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Slaap lekker. Doei. Doei. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker.